En ik wil iedereen hartstikke bedanken, heel veel succes wensen. Of het nou hier is of bij een nieuwe club. En vooral blijf gezond, dan komt alles goed. Bedankt. Onlangs nam Mike de Wierik afscheid van spelers en staf van FC Groningen. Na 3 seizoenen gaat de verdediger beginnen aan een 3-jarige verbintenis met het Engelse Derby County. Normaal gesproken had de Wierik zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen gespeeld in mei, met misschien wel play-offs. Maar door de coronacrisis was de thuiswedstrijd tegen PSV op zondag 8 maart zijn laatste duel in het shirt van FC Groningen. Ik heb nu in totaal 95 officiële wedstrijden gespeeld en ik dacht, ja, die 100 wil ik sowieso halen dit seizoen. Normaliter was dat ook gewoon gelukt. Dus ja, helaas niet. Maar ja, nogmaals, gezondheid gaat wel voorop. En ja, ik hoop dat ook niet alleen ik, maar ook Groningen volgend seizoen gewoon weer lekker kan voetballen. Hans, oké. Okay. Ja, maakt niet uit. Helemaal goed, dankjewel. Te Wierik maakte in de zomer van 2017 de overstap van Heracles Almelo naar FC Groningen. Hij kwam, zoals hij zelf al zei, tot 95 officiële wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij 2 keer scoorde. Ja, ik heb natuurlijk 3 jaar ontzettend naar mijn zin gehad. Ondanks natuurlijk een periode ook niet goed gepresteerd hebben met het team. Ik ben ook naar Groningen toegekomen om ja, toch Europees voetbal te halen. Na het eerste jaar werden we 12 en na een moeizaam begin. Ja, uiteindelijk 2 seizoenen zelf wel goed gespeeld, alleen veel gelijk gespeeld. Onder Faber. Heel plezierig jaar gehad met Ernest en ook met Marcel Groningen als assistent. Peter Hoekstra natuurlijk. Die hebben mij ook veel geleerd. Ernest is natuurlijk zelf ook verdediger geweest en Marcel meer in het voetballende gedeelte. Ja, daarna kwam Danny Buijs. Heel moeizaam begonnen. Dat is natuurlijk wel heel vervelende periode. Ook in die zomer had ik een transfer kunnen maken naar Gent. Dat ging toen niet door. Natuurlijk wilde ik die stap graag maken. Dat was in alle opzichten een goede stap geweest. Alleen ja, ik ben nu ontzettend blij achteraf dat ik niet gegaan ben. Want anders had ik waarschijnlijk niet bij Derby gespeeld vorig seizoen. Voor mij is Engeland nog steeds het voetballand. Met alle respect voor België, maar voor mij is dat nog steeds Engeland, zoals gezegd. Drost. De Wierik. Geeft hij een strafschop van de Kerkhof? Dat denk ik. Te Wierik begon al even over het seizoen 2018-2019. FC Groningen maakte toen een moeilijke eerste seizoen zelf door. Ja, de eerste seizoen zelf waren kwalitatief gewoon ook niet goed genoeg. Te veel jonge jongens, denk ik. Dat is niet erg. Alleen jonge jongens hebben ook pieken en dalen. En die zijn ook wat meer ervaren spelers nodig. Dat is toch... toch zag je dat terug. Ik denk dat de club daar in de winterstop uitstekend op gereageerd heeft. Hè, met het aantrekken van Bruns, van Gladon, Bellassani, Sierhuis. Misschien nog alleen, misschien vergeet ik er een. Maar goed, dat hebben ze uitstekend gedaan. Je zag ook gelijk dat de swing er weer in kwam. Dan ben je uiteindelijk gewoon heel knap achter geworden. Toen in de play-offs, de eerste wedstrijd tegen Vitesse, had je gewoon met 3-4 moeten winnen. Vitesse had geen schijn van kans. Dan maakte ze 1 lullige goal die erin viel. En ik moet zeggen, uit hebben we wel laten liggen. Terwijl Vitesse was beter. Ja, dan kun je misschien met Gladon volgens mij de laatste minuut toch die goal maken. En dat je toch nog doorgesneakt, denk ik. Maar uiteindelijk hebben we dat goed hersteld. Dit seizoen hebben we de hele seizoen eigenlijk rond de 9e en 8e plek wel gespeeld. Ik vind ook Vitesse stond volgens mij 6e of 7e. Daar hebben we 2 keer van gewonnen. Die stap kunnen wij ook maken. Die is niet zo groot naar plek 6. Ik vind dat wij daar niet veel voor onderdelen. We groeiden steeds meer als team. Alleen de laatste fase voordat het coronavirus uitbrak, hebben we natuurlijk wel veel punten laten liggen. Een aantal keer verloren. Onterecht, hè. VV thuis, PSV thuis. Die vlies gewoon onterecht. Maar goed, dat telt niet. Dan eindig je al op een 9e plek. Ik ben er wel van overtuigd dat wij met deze groep de play-offs hadden gehaald als het seizoen door hadden gespeeld. Alleen helaas konden we dat niet afmaken. In de 3 jaar bij FC Groningen ontwikkelde Te Wierik zich tot een gewaardeerde speler. En zorgde hij er mede voor dat het defensief goed in elkaar zat bij FC Groningen. Ik denk dat ik me langzaam stapjes ben blijven maken in een periode bij Groningen. En toch nog steeds beter ben geworden. Ook nog volwassener, denk ik. Ook fysiek sterker geworden. Dat de uitstekende faciliteit die je hier hebt. Veel in jezelf geïnvesteerd daarin. En dat is wel een voorwaarde. Kijk, ik ben niet een speler die uitblinkt van het meeste talent heeft.
Kijk, als je bijvoorbeeld naar Ajax kijkt, denk je gelijk aan Ziyech. Bijvoorbeeld die talent spat er vanaf. Maar dat heb ik niet. Ik moet van hebben van hard werken. Dat heb ik gedaan en ik denk dat we daardoor ook wel op door kunnen ontwikkelen. En, ik ben nu 27 en voor mijn gevoel ben ik ook nog niet uitgeleerd. En ik probeer wel die stapjes te blijven maken. Hij doet het in één keer en hij zit erin ook. Maar die had fase moeten hebben hoor. En Ter Wierik, ja, de captain is blij, want echt Groningen heeft in 20 minuten nog niets laten zien. En komt dan verrassend op voorsprong. Hij is nog door Ter Wierik ook geraakt, ja. Oké, de goal is voor Ter Wierik. Straks gaat Ter Wierik in op zijn overgang naar Derby County. Daar hebt u hem in beeld, Mike Ter Wierik. Hij is gevraagd en heeft gezegd: het is een eer, ik ga het doen. Ik ben de nieuwe captain van FC Groningen. In september 2018 werd Mike Ter Wierik aanvoerder van FC Groningen. Hij nam de aanvoerdersband toen over van Sergio Pat. Als ik de manier waarop, dat heb ik toen ook gezegd, natuurlijk niet waarop je het hoopt te doen. Ik heb natuurlijk een incidentje met, of incident met Sergio, wat gewoon niet leuk was, voor hemzelf ook niet. En, het is gewoon een vervelende periode. Ik moet zeggen, ja, uiteindelijk heeft hij. Was eigenlijk de eerste die me echt ontzettend goed hielp daarmee. Ja, de trainers kwamen gelijk al bij mij van, ja, weet je, we hebben unaniem in de staf besloten dat we graag hopen dat jij de band wil overnemen. En, weet je, ik hoef er niet lang over na te denken, dat is voor mij een hele eer. En ik denk dat ik wel iemand ben die jongens altijd probeert te coachen, positief te zijn en te helpen in het veld. Dat doe ik ook zonder die band. Dus in dat opzicht verander je niet heel veel met die band. Alleen je krijgt wel meer verantwoordelijkheid ook naast het veld. Maar goed, wat ik zeg, Sergio heeft me daar goed in geholpen. En ook van de andere jongens heb ik dan nooit echt een probleem gevonden of wat dan ook. Dus dat was voor mij gewoon nogmaals een hele eer. Begin februari werd bekend dat Ter Wierik de komende 3 seizoenen gaat voetballen in Engeland voor Derby County. Dat uitkomt in de Championship, het tweede niveau van Engeland. Dat hadden we al een tijdje gevolgd en er was al wat contact geweest. En, we speelden thuis tegen Ajax, we hebben volgens mij met z'n allen die wedstrijd gekeken en, in Derby. En, die weet je dan 2-1 en speel je gewoon een hele goede wedstrijd. En, dat was eigenlijk voor hun van nu moeten we het doen. En, toen wilden ze me graag in de winterstop al halen. Alleen Groningen liet me niet gaan, ook op de situatie met Samir. Die natuurlijk naar China kon toen en daar eigenlijk ook is gegaan. Ik ben de club wel dankbaar dat ze mij daarna 2-3 dagen van training gekregen om die transfer rond te maken voor in de zomer. En, achteraf misschien een gelukje bij een ongelukje. Maar, weet je, ik ben nogmaals trots op dat zo'n grote club met zo'n rijke historie mij wil hebben. En, Championship is een van de zwaarste competities ter wereld. En, met ontzettend veel clubs. Je speelt 46 competitiewedstrijden en nog een x-aantal bekertoernooien. Ik heb even contact gehad met de keeper, Kelle Roos. Hij zegt ook, het tempo is enorm. Zul je echt ervan moeten wennen. En, ik ben heel benieuwd. En, voor mij was het ook de kans om te gaan. Dan moet je hem nu ook pakken als je wat wilt. En, Groningen heeft me uitstekende aanbieding gedaan. Er sprak veel waardering uit. We waren een tijdje in onderhandeling. En, uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om die aanbieding af te slaan. En om naar Derby te gaan. En, ik kijk er wel heel erg naar uit om daar te gaan voetballen. Nog even terug naar de afgelopen 3 jaar bij FC Groningen. Wat was voor Ter Wierik in die periode het mooiste moment? Ja, ik denk toch de 3-3 tegen PSV. En, als je de laatste minuut, als je ziet die explosie van vreugde van de mensen op de tribune. Als je dat filmpje terugluistert en dan de muziek even wat harder aanzet, dan hoor je echt iedereen wat helemaal gek volgens mij. En we hadden hem zelfs nog kunnen verliezen de laatste minuut. Van Ginkel kreeg nog een kans nadat ik scoorde volgens mij. Maar gelukkig was dat niet zo. En, dat was die ontlading tegen een topclub, 3-3. Dat was ook nog door de week. En, dat was een fantastisch moment. Van Misevic, Ter Wierik, de centrumverdedigers zijn blijven hangen daarvoor in. Voor het doorkoppen. Ter Wierik doet dat, Van Misevic doet dat richting Veldwijk. Mahi. Buitenom ging Kane. Mahi. Nog een keer steken richting Kane. Dat is goed gedaan. En daar neerleggen voor Ter Wierik. Daar Veldwijk. Ter Wierik vanuit de draaien door de benen van Zoet. Het is 3-3. Het is 3-3. Door Mike Ter Wierik. In een alles of niets poging bleven die centrale verdedigers voorin hangen. Is daar het wegsturen van Kane. En dan blijft die bal daar hangen. Veldwijk en uit de draai Ter Wierik maakt de 3-3. En dan heeft PSV een 2-0 voorsprong gehad. Een 3-1 voorsprong gehad. En wordt het hier 3-3.